Ja, dat het, besluit, uh, dat het een besluit zou worden met de hakken over de sloot, dat was voor vooraf wel bekend. Maar met een minimale meerderheid van 21 tegen 17 stemmen, heeft de gemeenteraad van Enschede gisteravond toch besloten om de bouw van een nieuwe moskee op het Spaansland toe te staan. Daarmee is voor de derde keer een besluit gevallen over het gebedshuis met Turks Cultureel Centrum op de hoek Wethouder Bevenstraat Kuipersdijk. En ja, driemaal is uh, scheepsrecht voor de voorstander, zo lijkt het hè, Wilco. Dat is ook zo, ja. Ja, dat ja, ja, was een even slag. Nee, uh, gerust. Nee. Maar even bij, dat, hadden we niet, uh, dat hadden we niet voorspeld. Nee, nee zeker niet. Uh, en dat was natuurlijk wel zo dat, er, dat, dat het op één of twee stemmen zou afhangen. En dat zagen we gisteravond ook weer. Hè. Um, uiteindelijk heeft SP het toch ingestemd. En daar waren alle ogen ook op gericht. En het heeft te maken met dat een, dat een toegangsweg, en daar gaan we het zo denk ik nog over hebben. Uh, de, die, die indicatief was ingetekend, definitief is geworden. En uiteindelijk heeft NSG anders ingestemd. Uh, omdat er een parkeerplan gaat komen voor dat er een, een bouwvergunning wordt uh, uh, verleend voor die moskee. En de, daarmee kwam het uh, aantal stemmen op 21 tegen 17 uit. En uh, ja, zeg je toch dat uiteindelijk het uh, tij is gekeerd? Ja, ja. Het leverde uiteindelijk uh, wel heel wat rumoer op in de coalitie. Uh, wat daar gebeurde en welke gevolgen dat heeft, dat gaan we zo meteen uh, bespreken. Eerst even naar de mensen die het initiatief uh, namen voor die moskee. De Turkse gemeenschap heeft jarenlang gevochten om dit voor elkaar te boksen. We praten met uh, bouwcommissielid Ahmed Kemaloglu. Ahmed, goedemiddag. We horen uh, je nog niet. Gaan we nog heel even kijken of we dat technisch kunnen oplossen. Ahmed? Even Kijk, kijken. Ja, we horen je, we horen je. Gefeliciteerd. Nee. Dankjewel. Dankjewel. We waren heel blij gisteravond. Ik kan me ik dat voorstellen. Dat er heel veel mensen achter me, ja. Is, is er, is er uh, nog wat rakken gedronken uh, achter de schermen? Ah, uh, weet drinken geen alcohol hè. Nee. Nee, oh, nee ja, god. Ik dacht misschien uh, wie weet. hè? Nee, nee. Nou nee, een glaasje cola kon er wel in hoor. Dat is geen probleem. Nee, maar het is we waren echt heel blij dat het gelukt is eindelijk. Ik weet uh, ik, even kijken. Vorig jaar zat ik nog bij jullie aan tafel, weet je nog? Toen vroegen jullie van, hey, hebben jullie nog hoop dat het uh, van tafel is geschoten? Nou, ik heb gezegd van, hoop moet je nooit opgeven. Nou ja, en hier is het resultaat. Dus uh, het, is een, uh, het was een mooie avond gisteravond. Ja, ik kan me dat voorstellen, ja. De reactie uit, uit de gemeenschap, hè? De, de mensen die nou, hier zo op gehoopt hebben. Ik, komen er veel berichtjes binnen bij jullie? Nou, wat wij eerst gisteravond hebben gedaan is met, uh, met al onze eerst onze collega's uh, gezamenlijk met elkaar uh, via de app elkaar uh, ja, feliciteren natuurlijk. En uh, het was uh, ja na de tijd heb ik nog even met, uh, met een collega gesproken telefonisch nog gesproken. Het heeft ons wel eigenlijk van uh... Even rust gegeven. Het is twaalf jaar lang dat het speelt. En gelukkig. En elke keer werden er andere zaken bijgehaald. Dan is dat, was dat weer aan de hand. Dan heb je gisteravond ook wel gezien, denk ik. Dat was weer het verkeersprobleem. En dan hadden ze weer over het financiële gebeuren. Dat kon... Maar dat was, dat was niet aan de orde. De orde was van een vergunning krijgen dat we daar kunnen bouwen. En de bijzaken die erbij komen. Ja, gelukkig. Nou ja, goed. We hebben overal goed antwoord op kunnen geven. Alle vragen zijn volgens mij door ons goed beantwoord. Als, als, uh, hoe, tot, uh, als uh, islamische stichting, bestuur. En uh, nou, gelukkig konden we als laatste SP en uh, nog anderen over de streep krijgen. Ja. En uh, die hebben geïngestemd. En uh, ja, met een kleine meerderheid uh, is het goedgekeurd. Ja, nu ja. zes weken afwachten dat er geen bezwaren ingediend worden. Dus dan moeten we nog even afwachten. En dan hopen dat wij groen licht kunnen krijgen en dan. Uh, dan kunnen we verder met onze plannen. Ja, zijn jullie daar bang voor eigenlijk? Want ja, dat, dat bezwaar dat was er eerder ook. Hè? Eerder, de eerste keer dat het voorlag bij de gemeenteraad van Enschede. hebben ze in feite al het bestemmingsplan aangenomen. Toen zijn omwonenden zijn uiteindelijk naar de Raad van State gegaan. Die hebben gezegd: ja, we hebben bezwaar. En de Raad van State heeft toen dat bestemmingsplan eigenlijk uh, van tafel geveegd. Om, op grond van die bezwaren. Zijn jullie daar opnieuw nou, bang er voor? Dat waren niet de bewoners, maar er was praxis en, en, uh, en uh, hoe dat, de, de de, de, de winkelketenpraxis die heeft daar toen bezwaar in gediend. Hè? Okay. Dat is toen uh, door de. Door de uh, is het, uh, vanwege de verkeersdrukte, de planning, is het afgewezen. En nu is het uh, opnieuw gelukkig. Nou ja, vorig jaar is het weer door de gemeenteraadsleden. Met om hele andere reden was het weer uh, afgeketst. En nu is het weer uh, goedgekeurd. En hopen dat. Nou ja, goed, we wachten even af of er bezwaren komen. Ja. Nou, ik hoop het niet. Maar er zullen vast wel komen we wachten gewoon even af. En ik hoop dat er geen bezwaren zijn. En dan kunnen we heel snel uh, met onze plannen verder. Ja, ik kijk ook even collega Wilco Lauwers aan. Uh, die, uh, stel dat er een, een, een bezwaar komt. Uh, bijvoorbeeld de verkeersdruk ligt weer op tafel. Uh, ik, ik neem aan, het is niet de verwachting dat de Raad van State op basis van het verkeersplan nu weer van tafel veegt. Want daar is heel goed naar gekeken, toch? Ja, maar zoals Amit zegt, je moet altijd afwachten. Uh, ik bedoel, het ligt dan wel weer voor een rechter, hè. En die gaat dan kijken hoe zo'n verkeersonderzoek is gedaan. En, en, en als daarop de bezwaren gericht zijn. Je mag in dit geval er wel van uitgaan uh, dat dat goed is gebeurd. Ik bedoel, er is een extern bureau voor ingehuurd. Uh, Goudappel en koffing. Maar goed, uh, ja, als, op het moment dat je naar de rechter gaat... dan is het altijd de vraag van wat, wat gaat hij erover besluiten. Overigens, uh, en dat zei Amit ook... Uh, die, die bouwmarktpraxis is daartegen in, uh, in beroep gegaan. Hè. En de verwachting is denk ik niet dat ze dat deze keer wel doen. Um, maar dat zeg ik even heel vrij. Omdat uh, hun voornaamste bezwaar natuurlijk de komst van Hornbach wa, was naar na het Spaans land. En um, daarmee grippen ze eigenlijk alles aan wat daar gebeurde. Om die Hornbach te kunnen tegenhouden. En ja, ze werd kind van de rekening eigenlijk. Uh, zo zou je het kunnen zeggen. Uh, omdat ja, als, als ze akkoord gaan met, met, uh, met het moskeerplan. Uh, en, en de toenemende verkeersdruk, ja. Hoe kun je dan uh, vervolgens bij Hornbach zeggen van we ze hebben daar wel problemen mee. Dus ze hebben daar denk ik alles aangegripen. Dus ik moet ja. het zien of ze daar ook uh, in bezwaar gaan. Ja, maar, ja, ja. Ja. Um, uh, Ahmed Kemaloglu, uh, dus uh, bouwcommissielid van die moskee. Um, je noemde het al even hè, een, een lange adem, twaalf jaar lang. Um, eerst aangenomen door de gemeenteraad, toen door de Raad van State weer uh, nietig verklaard. Toen uh, uh, de volgende stemming niet aangenomen door de gemeenteraad. Um, ja, we hebben daar vaker over gesproken. Je zei het al, had je dat nog verwacht vorig jaar? Altijd hoop blijven houden. Uh, nu is het zover dat het toch weer is aangenomen door die gemeenteraad. Is hiermee ook het vertrouwen in de lokale politiek voor jullie weer wat terug, wat herstelt? Nou ja, ja ik, ik bedoel, uh, wij, hebben, wij hebben altijd een stukje hoop gehad. Kijk, het zijn, er zullen altijd mensen zijn die bezwaren hebben. Er zijn ook uh, raadsleden die natuurlijk bezwaar zullen maken of die er tegen zijn. Dat is heel begrijpelijk. En je kunt niet iedereen over de streep krijgen. En dat hadden wij ook niet verwacht. Uh, bij deze wil ik ook alle raadsleden bedanken die, ook, uh, die ons steunbeteugingen uh, hebben uh, betuigd en dat ze met ons meegestemd hebben. Ik wil ook mensen bedanken die niet gestemd hebben voor ons. Dat is hun mening. Maar ik ben blij dat wij toch de meerderheid hebben bereikt. En uh, ik hoop dat het zo doorgaat. En dat wij ja, of wij in de lokale politiek uh, vertrouwen verliezen. Nee, maar dat zal niet zo zijn. Dat zal. Dat de ene keer komt, het, de andere keer is het wat minder. Eh, mensen denken er altijd anders over. Maar ik denk niet dat wij het, het vertrouwen zullen verliezen in de uh, lokale politiek. Dat doen we niet. Hoe, hoe zit dat van jullie achterban, uh, Ahmed? Want uh, ja, jullie, jullie zeggen ja, het vertrouwen zal niet minder zijn. Maar ik kan me voorstellen dat binnen de moskeegemeenschap de afgelopen jaren toch heel vaak is gezegd van uh, um, waarom moet het zo lang duren? Hebben ze het op ons gemunt? Want die geluiden heb ik wel eens gehoord namelijk. Ja, gelijk heb je. Want de, 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 de zelfs in de laatste tijd waren uh, er zelfs leden die zeiden van... nou, weet je wat, uh, want jullie hebben ons beloofd... want als die moskee er niet gaat komen, dan moet het geld teruggestort worden... wat zij aan, uh, aan giften hebben gedaan. Er waren ook enkele, de, eigenlijk ook leden die zeiden van... nou, geef ons geld maar terug, want dat komt er toch maar niet. We hebben gezegd van, wacht nou even, de, de, de laatste... De raadsvergadering, daar wordt het besluit over genomen. Nou ja, goed, het is nu positief geworden. Er waren echt mensen, waren al moe van, van het wachten... want we worden maar elke keer aan, de, aan een lijntje gehouden... en er komt er toch niks van terecht... En we hebben hem proberen, elke keer proberen duidelijk te maken dat het niet in onze hand ligt, maar dat het in de hand van de gemeenteraad van de gemeente is. En nu is het uh, wat, uh, ja, de, uiteindelijk toch de resultaat gekomen. En ik hoop niet dat er nu weer een rechtszaak komen wat het uh, gaat verlengen, want daar worden mensen ook echt moe van. Want wij, zoals jullie weten, we hebben twee gebouwen. We hebben eigenlijk heel weinig bewegingsruimte. Wij kunnen heel weinig uh, activiteit gaan uitvoeren. Omdat wij daar de ruimtes niet voor hebben. Wij staan echt, echt met ademen te smakken, snakken naar... Uh naar de ruimte en het groene licht dat we ja. kunnen zeggen van nou ja jongens jullie mogen beginnen en dan denk ik dat wij heel snel de, de paaltjes in de grond zullen slaan en zullen gaan beginnen. Ja. Zullen we eens gaan kijken Arment naar die ruimte waar je het over hebt die jullie willen gaan bouwen. Even het gebouw zelf. Ja. We, we kennen ja. inmiddels het iconische plaatje bijna. Het is een, een imposant gebouw mag ik wel zeggen. Um, ja. Dit is hem. Uh, is dat overigens wat deze tekening is? Inmiddels behoorlijk oud. Is dit nog steeds ja. het plan? Dat witte gebouw met die, ja, nou ja, met die halve Exact. Het is nog steeds hetzelfde gebouw wat er, wat er gaat komen. De, de plannen zoals ze er liggen, de, zijn niet veranderd. Dus uh, ja, de, zoals die, de staat, die gaat er ook komen. Ja. We hebben ook een, een plaatje van boven om even te laten zien waar het dan moet komen. Hoek Wethouder, Bevenstraat, Kuipersdijk in Enschede, zeg maar, tegenover het uh, aquadroom. Um, ja. uh, vroeg ons af, zitten hier dan ook uh, de, de parkeerplaatsen uh, die daarbij in? Ja, die zitten daarbij. Volgens mij de, de totale ruimte 3000 vierkante meter, wat wij krijgen. Daar komen ook de parkeerplaatsen erbij op, ja. ja en hoeveel parkeerplaatsen gaan dat worden daar? 124. 124. De, ja. da daar was ook in de gemeenteraad nog wel wat uh, twijfel over, hè, van hoeveel parkeerplaatsen er komen. Is dat wel genoeg voor de piekmomenten? Ja. Um, ja, wat, wat is jouw gedachte daarover? Nou ja, zoals ik heb eerder ook al aangegeven, de piekmomenten voor ons zijn op de vrijdagmiddag... Nou, als je de piekmomenten kijkt op de vrijdagmiddag, volgens mij hebben wij dan geen spits uh, in Enschede uh, op het vrijdagmiddaggebed. Uh, dat is meestal uh, vanwege de winter- en de zomertijden varieert van half één tot maximaal twee uur in de middag. Nou, volgens mij hebben wij dan geen spits in, in Enschede uh, op dat punt. De feestdagen die vallen meestal in de ochtenduren, dat is meestal voor acht uur. En tegen een uur of uh, vijf, zes is het op zo'n vroegst. Dat is ook afhankelijk van het jaar. En één keer in de twintig jaar... dan komt het waarschijnlijk tegen acht uur aan. Maar ja, de, 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 de tijden veranderen ook. Dus ik verwacht eigenlijk... en de, 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 de vaste maand, zeg maar, wanneer het uh, vaste maand is... en dat als het in de winterdagen valt, dan is het tegen vijf uur. Maar dat, de, de, als je dus, ja. de, zeg maar, één keer in twintig jaar... Dus ik verwacht eigenlijk... Wat, wat, mij eigenlijk, wat ik te tegenaan zie is van de commotie wat er omheen is... en de parkeerdrukte wat de mensen zo ver naar voren brengen. Je zult zien dat er uh, op den duur dat nee. allemaal stil gaat liggen... en dat je niemand meer over gaat horen. 124 is ruim voldoende. is absoluut meer ja. dan uh, genoeg. Alleen op de feestdagen, wat ik zei, dat is twee keer in het jaar. Maar dat, zullen we, dat hebben we ook beloofd. Dat er genoeg uh, parkeerplaatsen zijn op het Dik Dikman terrein en uh, dat is meestal heel vroeg in de ochtend. En ik denk niet dat er 's ochtends om zeven uur daar mensen hun. Nee. Oud-Donia gaat zetten op het moment dat wij uh, zeg maar het uh, gebed hebben... voor tijdens uh, de feestdagen. Ja, het het Dikmanterrein diek, het ja. wordt gebruikt als eigenlijk, uh, ja, uh, uit, Uitval uit, uitvalsbasis. Of in ieder geval om, ja. om weg te, to, naartoe te gaan als het vol zit. En nog heel even, ik, Wilco, want we zien op het plaatje... wat we nog steeds hier van bovenaf eigenlijk zien... Uh, ja, die oranje uh, gelijn, dat is even indicatief. Dit is de weg waar het SP heel erg om te doen was, geloof ik. Hè? Die wilden ze zien. Ja, en, en, en de wethouder heeft beloofd, uh, en dat heeft hij volgens mij inmiddels gedaan, die heeft hij weg uh, ook echt definitief ingetekend. Dit is een indicatieve versie, maar... Uiteindelijk komt het op hetzelfde neer. De, de, de toegangsweg naar de, naar de nieuwe moskee wordt aangesloten op het kruispunt met de gasfabriekstraat. En dat, dat is even ja. het punt, daar gaat het om. Ja, helder. Uh, Ahmed, uh, ja, wat, stel even, er komen verder geen, uh, geen bezwaren, maar ook als ze er wel komen, wat is nu verder uh, nou ja, de tijdlijn, wat is het plan? Nou ja goed, dan gaan wij ons, zoals het staat, jullie hebben de, de, de bouwtekeningen hebben jullie al gezien. En dan gaan, nou, dan gaat, gaan wij de, op het moment dat wij het stuk grond uh, nu groen licht krijgen en kunnen kopen, nou, dan gaan we als eerste doen bij, met de gemeente de zaak, uh, hoe dat zeg maar, kortsluiten. En dan gaan we het stuk uh, grond kopen en dan gaan we de plannen uh, langzaam in werking. En dan hoop ik dat we binnen twee jaar uh, de eerste paaltjes kunnen slaan. Binnen twee jaar gaan uh, de eerste paaltjes worden geslagen. En hoe lang duurt zo'n bouwproces dan? Nou ja, dat, ik denk dat gemeente daar wel een uh, grens aan stelt. En ik hoop... Nou ja, goed, dat, daar kan ik eerlijk gezegd geen uh, hoe antwoord op geven... hoe lang zoiets gaat duren. Maar ik hoop in een hele korte tijd dat wij die gebouw daar neer kunnen zetten. Dat vijf is jaar? Het meeste, uh, Als er over vijf jaar ik, uh, staat hij er? Ja, dat hoop ik wel. Ik, ga de, ik hoop het wel. Als wij groen licht krijgen, dan, dan staat die er wel. Absoluut wel. Daar ga ik er wel vanuit. Want we hebben ook de, 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 dat, de, de financiering, dat gaat de goede kant op. Dus uh, ik heb goed hoop. We gaan het meemaken. Gefeliciteerd in ieder geval nogmaals. En uh, nou ja, ja Succes uh, verder en ja we gaan het zien of er bezwaren komen en, uh, daar, we, we blijven het volgen. Ahmed, Kemaloglu, ja, Dank je wel. Okay. Jullie ook bedankt en nogmaals alle raadsleden wil ik bij deze nog een keer bedanken die ons gesteund uh, hebben in deze zaken en uh, ja ik hoop dat we snel groen licht krijgen. staat genoteerd. Ja jullie ook bedankt.